Mijn naam is Chloe. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te ontdekken op school. Ik ben benieuwd wat deze mensen daarvoor hebben bedacht. Wat is de Rijke Schooldag? Je zit op school en daar leer je een heleboel dingen, taal en rekenen. En ook wel een beetje over jezelf. Maar het is minstens net zo belangrijk wat je daarbuiten leert. Op een sportvereniging, of bij het zangkoor, of bij de scouting. Dat je leert over wie je zelf bent en wat je leuk vindt voor je beroep. En daar is ook belangrijk, ongeacht waar je vandaan komt of waar je woont, dat je die kansen krijgt. En deze regering heeft gezegd, daar willen we ook extra geld voor uittrekken. Waarom is de Rijke Schooldag zo belangrijk? Omdat we eigenlijk alle kinderen in Nederland de kans willen geven om heel erg met hun talenten bezig te zijn. En met de Rijke Schooldag kunnen we zorgen dat alle kinderen de kans krijgen om te sporten, om te bewegen, om gezond op te groeien, om te lezen, om te schrijven, om creatief bezig te zijn, mooie kunst te maken. Sportverenigingen, muzieklessen, sportveldjes, speeltuinen. Iedereen is al in de buurt van de school aanwezig en die kunnen daar allemaal een hele belangrijke rol in spelen. En dat kunnen wij organiseren. Hoe zorgen we ervoor dat de Rijke Schooldag een succes wordt? Door in en om de school samen te werken met de mensen in de cultuursector, bij de speeltuinen, bij de natuurorganisaties en natuurlijk de sport, zorgen we dat we samen aan de brede ontwikkeling van kinderen kunnen werken. En zorgen we daarmee ook dat het tekort aan juffen en meesters een beetje opgelost kan worden.